Een goede dag en welkom bij Lander TV 2015. Daar gaat het in deze uitzending om. Een jaar waarin Herman Oliemeulen 100 jaar werd. Geboren in 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Grote Oorlog zouden ze in Engeland zeggen. 100 jaar geleden intussen. Hoe zullen de achterkleinkinderen van Herman in 2115 terugkijken op 2015? Ons jaar nu. Was 2015 het jaar dat het begin was van het einde van de gemeente Landert? Een jaar waarin wethouders nog weggestuurd konden worden en waarin de parochie Schaijkreek opgeheven werd. Een jaar met een nieuw kindcentrum in Zeeland, twee nieuwe zorgcoöperaties en de vestiging van een nieuw winkelimperium in Schaijk en een busje dat eindelijk zo komt naar het ziekenhuis. Hoe kijken we over 100 jaar terug op 2015? Ik heb geen idee. Maar één ding is zeker, het is in 2115 gemakkelijker dan nu om terug te kijken, dankzij de jaarjournaals van Ben Snoeks. Ben doet dat nu al voor de 10e keer en met recht mag je het daarom een jubileumuitzending noemen. Elk jaar is het weer een hele klus om al die fragmenten van alle filmpjes van afgelopen jaar achter elkaar te zetten. En het is weer gelukt. Welkom dus bij het eindejaarsjournaal van 2015. De uitzending begon met de groep Harp. Harp bestaat uit 4 leden van het smartlappenkoor Tiona. Thuis is ook niet alles, betekent dat. En daar zijn we nu heel blij mee, want anders waren ook deze 4 muzikanten misschien thuis gebleven. Harp met Hans Kuipers, Hans de Rooij en Piet van Linden uit Schaijk en Richard Westra uit Herpen. Het eerste nummer was tot mijn grote genoegen The Galway Girl van Steve Earle. Straks krijgt u ze nog 2 maal te zien en te horen natuurlijk. Ons eindejaarsjournaal komt deze keer uit Chic de Luxe uit Schaijk, al waar we zeer gastvrij ontvangen zijn. Wat mag u van ons verwachten in deze uitzending? In 4 blokken gaan we terugkijken op de activiteiten die Lander TV in de afgelopen tijd gefilmd heeft. En dat doen we niet zonder commentaar op de items. Want aan tafel zitten 3 gasten klaar om hun licht te laten schijnen over de onderwerpen.
En de verbindende factor daarbij is onze gastheer Freek van der Venne. Freek, met wie heb jij het genoegen om aan tafel te mogen zitten? Ja, ik denk dat het drie bekende gasten zijn. Iedereen in Reek, Schaik en Zeeland kent ze wel, in ieder geval uit hun eigen dorp. Hier rechts Leonard Steetsel, hier links Mark Kouwenberg en Tjeu van Ras. En er mag best voor geklapt worden dat ze zo vroeg zijn gekomen, toch? Ja. Leonard, om met jou te beginnen. Ik ken jou van het carnaval, daar ben je jarenlang een grootvorst geweest, letterlijk en figuurlijk. Wat doe je tegenwoordig? Ik ben alweer 2 jaar geleden gestopt met de carnaval. Dus als voorzitter 7 jaar nadat 7 jaar grootvorst zijn. En ik heb gezegd, ik wil eerst eens 2 jaar rustig aan doen. Eerst eens kijken, want je krijgt natuurlijk vragen. En toen ben ik in april dit jaar ingestapt als voorzitter bij muziekvereniging Concordia hier in Schaik. Omdat ik vind dat muziek zo belangrijk is en voort moet blijven bestaan. En ja, ongeveer de oudste vereniging van ons dorp gewoon voort moet kunnen op een goede manier. Dus ja, muziek is heel belangrijk. Ze zijn 100 al gepasseerd, toch? Ze zijn de 100 al dik gepasseerd. Kijk. Ja, we zijn 105 jaar. En hoe bevalt het trouwens zo net bij Concordia? Ja, het is nog wennen, het is nieuw, maar wel heel leuk. En vooral voor iemand die geen muzikant is, is dat natuurlijk best wel bijzonder. Op de vraag als mensen zelf van, je maakt zelf geen muziek. Ik zeg, dat klopt, maar gelukkig hebben jullie ook luisteraars nodig. En laat mij nou even die luisteraars zijn. Wel ambities om muziek te maken intussen? Nee, helemaal niet. Nee. Maar dat is misschien ook maar beter ook. Ja, ja. Denk het wel. En Mark Kouwenberg, ook bekend van het carnaval in Reek, maar ook nog van een heleboel andere dingen. Wat doe je nog meer in Reek? Ik ben lid van meerdere muziekgezelschappen. Dus van Harmonie, van Dweilerkest, Smitskoor. En ik ben natuurlijk al... Ik geloof 12 of 13 jaar voorzitter van de carnavalsvereniging. Ja, wel muzikaal dus inderdaad. Ja, en ook van daaruit wel muzikaal verbonden natuurlijk via het Dweilerkest. En dus dat is eigenlijk waar de mensen mij met carnaval in hoofdzaak mee rondzien sjouwen. En ook door het jaar heen, want het Dweilerkest ondersteunt ook heel veel andere activiteiten in het reekse en ook wel daarbuiten. Ja. Nou, muziek is de bindende factor in deze uitzending, want ook Tjeu van Ras zit aan tafel. Tjeu, welkom. Jij bent in Zeeland actief als muzikant. Wat doe je zoal? Nou, ik speel bastuba in de Harmonie en ik ben sinds begin dit jaar voorzitter van het jubileumcomité wat we hebben. Want wij vieren volgend jaar als muziekvereniging Zeelandia het 125-jarig bestaan. Kijk. En we hebben dan, we starten de activiteiten met het Koningsconcert, daags voor Koningsdag. En dan gaan we door tot en met juni 2017 met tal van festiviteiten. Een soort een flinke jubileumjaar in Zeeland. Dat mag ik hopen. Kijk, en we kennen jou natuurlijk ook van Brabants Dagblad, waar je dan 45 jaar actief bent geweest. 42 jaar. Ik ben in juni met pensioen gegaan en ik heb 42 jaar in de journalistiek gewerkt. Kijk. Waarvan 41 jaar bij het Brabants Dagblad en precies één heel jaar bij de Gelderlander. En sinds de zomervakantie ben ik als pensionado ook correspondent van het Brabants Dagblad in Zeeland geworden. Dus toch niet helemaal weg? Nee, ik kan het niet laten hoor. Het is een mooi vak. En dat denk ik dat altijd bij je blijft. Goed, wat we dus doen is inderdaad terugblikken. En dan was ik eigenlijk wel benieuwd wat voor de gasten aan tafel het belangrijkste nieuws van 2015 was. Leonard. Ja, het belangrijkste nieuws van 2015 denk ik voor Schaik dan met name. Als ik dan naar kijk, was het toch wel heel belangrijk dat de start van het dorpscentrum doorgaat. Dus dat we daar toch vorm aan gaan geven met z'n allen. Heel belangrijk nieuws. Daarnaast, een jaar kent altijd ups en downs. Ik heb ook 2 hele goede vrienden moeten verliezen afgelopen jaar. En dat is dan weer minder. Ja. Maar het zijn wel dingen die erbij blijven. En die ook met elkaar, kun je daar ook heel veel kracht uit halen. Mark, hoe is dat voor jou? Hoe was 2015? Nou, ik denk dat dat Reken met het dorpsplan wat gelanceerd is ontzettend goed aan de weg aan het timmeren is. En daarbij de leefbaarheid van het dorp in ieder geval heel sterk in de gaten houdt. En dat er heel veel mensen hebben laten zien dat ze er met elkaar de schouders onder willen zetten. Om Reek als dorp ook leefbaar te houden. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Zeker voor een gemeenschap als Reek, waar je toch... op een wat kleinere groep mensen moet leunen en moet steunen om het dorp aantrekkelijk en leefbaar te houden. En ik denk dat de mensen die met het dorpsplan bezig zijn en
als je ziet hoeveel mensen dat daarbij betrokken zijn, dat ze daar ontzettend goed mee op weg zijn. Ja. Oké. Jay, hoe was 2015 voor jou? Nou, dat was, als dat over Zeeland gaat, dan is wat mij altijd wel opvalt in dorpen als Zeeland, is dat er zoveel mensen zo actief zijn voor zoveel verschillende onderwerpen. Er zijn ontzettend veel vrijwilligers. Die zich voor verenigingen, voor buurten en noem maar op, zich inzetten. En dat resulteert ook in tal van initiatieven die er zijn om dingen te bereiken. En dat gaat dan van een streekmarkt tot welk evenement dan ook. En daar vind ik eigenlijk het mooiste aan het dorp. En wat wij hier afgelopen jaar in Zeeland mee hebben gemaakt, dat is natuurlijk... De nieuwe school, de Morgenzon, het kindcentrum, resultaat van of onderwerp van heel veel discussie geweest. Maar ik heb de indruk dat het allemaal lekker gesetteld is en dat het goed gaat. We hebben er een mooi gebouw bij gekregen met een mooi plein midden in het dorp waar al van alles gebeurt. Nou, op die en veel meer onderwerpen, daar komen we uiteraard in deze uitzendingen uitgebreid op terug. Maar Ton zei het net al, we gaan ook naar filmpjes kijken waar wij het afgelopen jaar bij waren. Ton. Ons eerste blok, omdat we in ons overzicht niet helemaal parallel kunnen lopen met het volle jaar, is er ook nog een stukje van december 2014 meegenomen. In het eerste blok zal meteen duidelijk worden waarom de Eerste Wereldoorlog, waarin Herman Oliemeulen geboren werd, niet voor niets de Eerste Wereldoorlog is gaan heten. Er zijn mensen die er heel goed in slagen hun passie aan het papier toe te vertrouwen. Wim Boeien in Schaik is één van hen. Op 22 december presenteerde hij in de zaal van de Weijers in Schaik zijn derde boek over de Tweede Wereldoorlog, met eigen herinneringen. En dat was precies 20 jaar nadat zijn eerste boek Het Vergeten Vliegveld Kent uitkwam en 10 jaar na het verschijnen van het tweede boek Vliegen en Vechten bij de Maas 1940-1945. Alle goede dingen in 10 jaar dus. Burgemeester Marnix Bakermans mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Bijna €8.000 wisten inwoners uit Landert en omgeving bij fysiotherapie Schaik bij elkaar te fietsen voor de Series Request actie. 12 uur lang klommen tientallen sportievelingen op de 4 klaarstaande home trainers om op deze wijze de nodige eurotjes bij elkaar te trappen. Met veel enthousiasme en voldoening reisden volgens 3 medewerkers van de fysiotherapiepraktijk naar Haarlem om de check bij het glazen huis aan de 3FM DJ's te overhandigen. In het Witte Huis in Zeeland werd op 21 december een familiedag georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanwege het 111-jarig bestaan van de horecagelegenheid wilde men iets doen voor deze mensen. De dag begon met de sponsorloop en eindigde met een feestprogramma met optredens van Bertie Lucano, Maarten de Groot en Sieneke. Alle opbrengsten van die dag komen ten goede aan het fonds Horeca voor Gehandicapten. Een fonds dat onder meer organisator is van de SOAS in de Vlashoeve in Zeeland. Op zaterdagavond 20 december organiseerde het platform Toerisme Landert voor alle kinderen uit Landert en omgeving een lampionoptocht over het verlichte Dokus de Das avonturenpad aan de Udense Dreef in Schaik. Dokus was er natuurlijk zelf ook bij en presenteerde samen met burgemeester Marnix Bakermans het nieuwe Dokusboek en 3 fietstochten voor de gehele familie. Na afloop stonden er voor de deelnemers warme chocolademelk en kerstkrantjes klaar. Van heinde en verre kwamen ze weer in alle vroegte, van den helder tot aan de mortel, naar Schaik om op tweede kerstdag deel te nemen aan de kerstveldfietstocht van de plaatselijke toerwielenclub Ons Verzet. Ruim 1100 mountainbikers crossten die dag over de bospaadjes en de zandverstuiving van Herpenduin. En ongeveer 40 vrijwilligers zorgden ervoor dat alles weer in goede banen verliep. Voor de kinderen moeten het spannende dagen zijn geweest. Het verhuizen van de oude scholen in Zeeland naar het nieuwe onderkomen. Gelukkig zat er de kerstvakantie tussen om eraan te wennen. Landen TV zocht de scholen op en verhuisde met de kinderen mee naar het nieuwe stekkie met de naam Morgenzon. Al sinds de jaren 70 is de nieuwjaarsreceptie een traditie bij voetbalclub DHW in Schaik. Toch zat er een nieuw tintje aan het geheel dit jaar. Voor de allereerste keer werd samen met de korfbalvereniging EMOS het nieuwe jaar ingeluid.
en de dag werd meteen gebruikt voor een grootse huldiging. Maar liefst 13 personen mochten hun onderscheiding tegemoet zien. Ook maakte de voorzitter trots bekend dat in 2014 DAW haar 1000ste lid mocht verwelkomen. Hanneke en Herman van Wijchen uit Zeeland verhuisden in 1956 van Zeeland naar Canada. Zoals zoveel inwoners uit het dorp in die tijd. Beiden zijn inmiddels in de 80, maar onlangs bracht het echtpaar niettemin weer een bezoek aan Zeeland. Henk de Klein maakte van de gelegenheid gebruik en praatte uitvoerig met de grote stap die ze toentertijd gezet hebben. Welkom uit de Brochiekerk in Schaik. Zometeen zal hier de plechtige oprichtingsviering plaatsvinden van de Brochie Heilige Johannes de Doper. Tijdens deze heilige mis zal pastoor Spiertz eigenlijk aangesteld worden als de nieuwe pastoor van deze nieuwe parochie. De heilige mis zal opgedragen worden door de vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch, dokter C.F.M. van den Hout. Verder zal tijdens deze heilige mis de presentatie van het pastorale team plaatsvinden en zal ook het bestuur van de nieuwe parochie aan u voorgesteld worden. En hoe kan ik beter beginnen dan met het woordje Alaaf? Want in het komende anderhalf uur draait het helemaal om dat bekende woordje. Mag ik op het dat u er allemaal bent? Ik wens jullie heel veel plezier en een hele schone avond. Leid de weg. Jongens en de meidje, daar krijg je toch geen glazen hoek van? Ik zit niet, maar dat komt door mijn eerste handicap. Want ik had deze ook pas een week. Een illegale hoerentent! Pieter van Bavel. De plus werd min en de pand verpieterd. Dat leven is zo snel voorbij. Ben ik al niet aan begonnen? Kijk wat mij roepen. Geest wordt mij godverdomme roepen. God, Truus. Hoe doe die jij dat? Als je het niet helemaal maar een doek schoon krijgt, dan krijg je het er niet vanaf. Ik vind altijd gewoon met een nagel. Dat werkt. Nee, is toch niks bij ons. Geef mij maar zeugels op. Ik ben Arie Nus. Afgekort. Anus. Ik heb ook nog een broer. Dat is onze Peter. Afgekort. Dus. Wat is hij knap, hè? Wat een mooie foto. Ah, ja. Als hun niet is. Omdat ik steeds ben blijven dromen. Nou moeten wij eigenlijk een mooi stekje krijgen om dit beeldje neer te zetten. Dus we hopen erop. Bedankt. Nou belandt het lampje daar, Dirk. Dan moeten we naar die camera kijken. En ik zie jullie heel graag terug met Carnaval 2015. Tot ziens. De Zeelandse Dorpskus was vorig jaar een dermate groot succes dat de vervolg niet kon uitblijven. En wat bleek? Alle verwachtingen werden overtroffen. Maar liefst 1500 deelnemers deden mee in 81 teams. Het team Hufjes en Co. was winnaar en het team Veulman weet niks werd tweede. Tussen haakjes, vorig jaar was het precies omgekeerd. In 2011 vond de activiteit voor de eerste keer plaats. En intussen spreken we al bijna van een traditie, de Zeelandse Wintermert. Alle deelnemers kregen weer volop de kans om zich van hun beste kant te laten zien. Wat doen kinderen elke dag na schooltijd? Spelen. In dat geval dan zou je in het Latijn kunnen zeggen ludimus, wij spelen. Reden voor drie jonge ondernemers om onder deze naam in Zeeland een naschoolse sport- en activiteitenvereniging op te richten. Want naar eigen zeggen moet het voor een kind erg leuk zijn om na school kennis te maken met verschillende activiteiten. Rijksweg 324 gaat tussen Zevenbergen en Graven op de schop. Kruisingen worden aangepast of vervangen door rotondes. Wegen worden afgesloten en verkeerslichten moeten smart worden. In het volgende item leggen wethouder Jos Roelofs en een projectleider van de provincie uit wat dit voor Schaik en Reek gaat betekenen.
De grote carnavalsoptocht in Schaik is voorbij en Lander TV heeft er een samenvatting van gemaakt. Nadien kunt u ook nog kijken naar de andere optochten. Maak het gezellig thuis voor de buis en meer dan 2 biertjes is zonder meer toegestaan. Weet je, enthousiast jongens, kom op hè. Het wordt hartstikke leuk. De politie hield op dinsdag 10 februari in Zeeland een clinic over verdacht gedrag. Wat moet je daaronder verstaan? Wat moet je doen als je iemand over een hek ziet klimmen? En is het gewenst om 112 te bellen als je iemand in de buurt met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen ziet kijken? Is dat vreemd of is het gewoon een schilder die een offerte wil maken? Op al dit soort vragen probeerde de politie een antwoord te geven aan de circa 60 belangstellenden in zaal Ambiance. Op 21 februari onthulde burgemeester Marlex Bakermans samen met Wim Boeien in Schaik een gedenksteen voor de Duitse piloot Gerhard Rode, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hier verongelukte na een vliegtuigcrash. De onthulling was eerder uitgesteld na een protestactie van Federatief Joods Nederland. Het monument is tot stand gekomen op initiatief van de stichting Vier Vrijheid Schaik en moet bijdragen aan een gevoel van verzoening ten opzichte van de Duitsers. Rimpeltjes worden ze genoemd. Kleine verhaaltjes en anekdotes met een glimlach. Op 25 februari waren ze te horen en te zien in de bibliotheek van Schaik. Ze gaan over reek, maar eigenlijk is dat niet belangrijk, want overal komen bijzondere situaties voor en overal zorgen mensen voor een kleurrijke invulling van het dagelijks leven. En in gedachten zien we hier nog onze ouders en voorouders stiekem vrijen en plassen achter de nu dichte muur. Op 28 januari bleek in dorpshuis De Phoenix in Schaik dat de aanwezige inwoners enthousiast waren over de centrumplannen voor het dorp. Gretig namen ze de informatie tot zich, de plannen voor de winkels, alsmede de plannen voor de bouw van diverse appartementen. De fase van kritiek leek voorbij en de mensen in de zaal zouden nog het liefst dezelfde avond met de bouw begonnen zijn. In het Heemhuis van Zeeland werd rond de jaarwisseling een tentoonstelling gehouden over 50 jaar MOV. Missie, ontwikkeling en vrede. Naar aanleiding van deze expositie heeft Lander TV een programma gemaakt waarin teruggekeken wordt op deze instelling. In de uitzending spreekt Henk de Klein met een aantal oud-voorzitters en medewerkers van de organisatie en kunt u beelden zien van activiteiten uit het jubileumjaar en de fietstochten uit het verleden. U zag blok 1 en wat blijkt, ook de Tweede Wereldoorlog is nog niet voorbij. U zag ook de eerste herindeling in Landert. De vorming van de nieuwe parochies Johannes de Doper. En verder was er in dit blok heel veel carnaval, om maar eens 2 uitersten te noemen. In Zeeland betrokken de kinderen hun nieuwe schoolgebouw. Is men daar nu verzoend met de nieuwe school of is er nog steeds veel oud zeer? Wel, Freek, aan jou om dat uit te zoeken. Ja, dan kijk ik toch gelijk naar Tjeu. Jij woont in Zeeland, bent al heel lang daar actief als verslaggever natuurlijk. Jij kent de mensen in Zeeland. Hoe kijken ze er nu tegenaan? Want op het begin zag niemand die school echt zitten, maar nu staat hij er. En nu hoor je er eigenlijk niks meer over, toch? Nou, ik denk dat dat ook heel verstandig is. Er is heel veel discussie geweest, er is ook heel veel oneenigheid geweest over de plek waar de nieuwe school moest komen. En ik denk, nou de school er eenmaal staat en het allemaal op zijn plek terecht is gekomen, dat je ook het beste uit kunt gaan, want de school staat er en we moeten er het beste van maken. En het is een prachtig gebouw, het is ook prachtig ingedeeld.
En ik ben natuurlijk ook een beetje bevooroordeeld omdat wij als muziekvereniging ook deel uitmaken van dat kindcentrum. Omdat het bondsgebouw helemaal in de school is opgenomen en daar hebben wij ons repetitielokaal en daar kunnen wij ook onze kleine concerten geven. Dan kunnen wij gebruik maken van de aula van de school. Ja. Ik denk dat het even wennen was voor mensen, heel erg wennen was voor mensen. En, maar dat het toch blijkt dat het allemaal goed op zijn pootjes terecht is gekomen. Oké. We zagen in de filmpjes ook de oprichting van de nieuwe parochie. Mark Reek heeft al jaren geen pastoor meer, sinds de Lauw overleed. Ja. Hoe komt het nou dat die kerken tegenwoordig zo leeg zijn? Ja, lastige vraag. Hoe komt het dat die kerken zo leeg zijn? Ik denk enerzijds het de maatschappelijke ontwikkeling is. Hè? De ontkerkelijking zie je niet alleen in onze dorpen, maar die zie je in heel Nederland. Ik denk niet alleen in Nederland, is denk ik wel heel erg sterk. En ik denk ook dat de opstelling van de geestelijkheid op dit moment volgens de regels waar hun helemaal achter staan, en dat is hun goed recht en dat respecteer ik ook. Maar dat wel mensen weer buiten de kerk houdt. Dat mensen niet meer achter dat ritueel kunnen staan wat Rome predikt, om het zo maar te zeggen. Kom je nog wel eens in de kerk? Alleen als ik moet zingen met Smitskoor en bij Rouw en Trouw, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Ik denk dat de meesten van ons tegenwoordig doen. Goed, dan gaan we het over de dorpsquiz hebben, want die schieten als paddenstoelen uit de grond. In Zeeland is er eentje in Reek, het tweede jaar volgens mij. Ja. En Schaik hebben ze tegenwoordig de Schaikse All-in-Your quiz. Ja. Gaat het hele jaar door. Ja. Doe je mee of niet? Ja, wij doen mee. En gaat het een beetje? Met de familie. Ja, we hebben in het begin goed gescoord, maar je moet wel volhouden. Het is 12 maanden lang elke maand een quiz met 25 vragen over Schaik en omgeving en algemeen. Dus het is heel lastig, het is veel zoekwerk, maar wel heel leuk om te doen. En je ziet wel dat het bindt mensen ook weer met elkaar. Je ziet clubs die af en toe, als de vragen er zijn, gewoon gezellig 1 of 2 avonden bij elkaar gaan zitten. Ja. En dan bezig zijn met de quiz. Nou, dat is ook fantastisch natuurlijk. En je leert er weer dingen van. Ik moet zeggen, ik heb veel geleerd van de geschiedenis van Schaik. Ja, noem eens iets. Kijk, wat we sowieso gedaan hebben is alle boeken die er zijn over de straat en over de geschiedenis van Schaik. En die zijn er best wel veel als je gaat kijken hoeveel van dat soort boeken er zijn. En als je die doorkijkt, dan zie je hoe het vroeger was en hoe het nu is. En dan zie je een enorme verandering. We hebben het net over gehad over 100 jaar geleden. Nou, zover gaat de quiz dan meestal niet terug, maar toch wel 50 jaar geleden. En dan zie je hoe een dorp zich ontwikkelt. Terwijl we eigenlijk denken dat we stilstaan, maar dat is helemaal niet zo. Het is enorm ontwikkeld. En ik denk dat het in alle drie de dorpen zo is. Ja. Ja. Een hele grote verandering ontstaan is. En dat is wel heel mooi om dat te zien. Ik ben benieuwd hoe lang het nog allemaal blijft bestaan. Laten we hopen dat het nog heel lang duurt. En dan gaan wij het hebben over die gedenksteen waar zoveel over te doen was. Op de Udense Dreef hier in Schaik. Tje, jij hebt dat ongetwijfeld ook gevolgd. Het is een gedenksteen en geen herdenkingssteen. En daar was dan weer veel gedoe over, want het zou een monument voor een Duitse soldaat zijn. Ja. Is het wel zo handig dat die steen er ligt, denk jij? Ja, vind ik een hele moeilijke vraag. Ik werkte nog op de redactie van Brabants Dagblad in Os toen die hele kwestie speelde en ook in de krant speelde. En ik heb daar met de mensen van de organisatie vrij uitvoerige discussie over gehad, omdat het ons werd kwalijk genomen dat wij daar op de manier berichten zoals wij dat gedaan hebben. En ik heb dat geprobeerd te verdedigen. Was dat niet goed dan volgens hen? Nou, de organisatie was er niet tevreden over dat wij stem gaven aan zeg maar mensen die erop tegen waren. Ja. En heel genuanceerd hoor, want het is niet zo dat ze echt op een onheuse manier van leer trokken of zoiets, maar gewoon ook de vraag stelden. En ik heb dat proberen te beantwoorden. Het is eens te meer denk ik een bewijs dat die hele kwestie van de Duitse bezetting nog altijd heel, heel erg gevoelig ligt. Maar ja, het blijft een punt van discussie of je een Duitse piloot, ik moet met de formulering opletten natuurlijk, maar of je een Duitse piloot eer moet bewijzen. En of je dat nou herdenken of gedenken noemt, dat maakt mij niet zoveel uit. Okay. Alleen, je zult
denk ik voorlopig nog rekening moeten houden met... Met tegenstand. Heel veel gevoelens die er nog leven. Ja. En, ja, misschien is dat een beetje onderschat. Het laatste woord is er ongetwijfeld nog niet over gezegd. Wij gaan door naar Tom. Ja, dankjewel Freek. Oorlog, kerk en quiz, daar ging het over. Ik heb nog een quizvraag voor jou Freek. Hoe vaak ben jij al in de kerk geweest? Poeh, ja inderdaad, ook rouw en trouw. Nou, trouw niet eens volgens mij, alleen rouw. Ja. Ja. Dus ik ken het alleen van de ongezelligheid. Aandacht nu voor blok 2. Menigeen zal wel eens stiekem denken als de jaarlijkse lintjes uitgereikt worden. Waarom zit ik er weer niet bij? Wel nu, of dat terecht of onterecht is, daar ga ik niet over. Wel is zeker dat het afgelopen jaar weer drukke tijden waren voor burgemeester Bakermans. Want heel wat inwoners die zaten er namelijk wel bij. Op 16 maart wilde Tini van der Boogaard afscheid nemen van het bestuur van de heemkundekring Schaik. Hij dacht dit vrij geruisloos te kunnen doen, maar hij had er niet op gerekend dat anderen daar anders over dachten. Tijdens de vergadering in de Kommen verraste burgemeester Marnix Bakermans hem met een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten bij diverse organisaties, waaronder Scouting Schaik, het parochieblad Nieuw Geluid, de Stichting Pater Vos en last but not least de heemkundekring zelf. Goedemorgen en schoon dat je luistert naar Op de Rand van Brabant en waar je dit urkes weer kunt verwachten. Zo begint Willemien van der Brand al 10 jaar lang op zondagochtend haar programma op LFM Radio met Brabantse muziek. Eerst alleen en de laatste 9 jaren samen met Tine Verstraeten. Op zondag 15 maart werd tijdens een feestelijk programma op de radio uitgebreid bij dit jubileum stilgestaan. En terecht. Want waar anders zou men nog Brabantse muziek kunnen horen als de lokale radiostations dit niet zouden doen? En als wij nou onze Tine zien, ja dan denken we ons Willemien. Op vrijdag 27 februari werd het jubileumjaar van de voetbalclub DHW afgesloten met de presentatie van een jubileumboek. Zo'n 200 belangstellenden waren afgekomen op de uitreiking van het eerste boek en zij kregen een uitgebreid programma voorgeschoteld. Een jaarlijks terugkerende activiteit op basisschool Den Omgang in Schaik is de Uitje Kunstdag, met de nadruk op het woordje uit. In allerlei workshops konden de kinderen hun vaardigheden en talenten aanspreken. Landen TV was er ook bij en liet de kinderen zelf interviewen en de activiteiten in beeld brengen. En het is best wel spannend om met zo'n grote camera rond te mogen lopen. Wethouder Hans Verrijken zette samen met de ontwikkelaars Dennis Jansen, Jan Megens en Harry van der Heijden een handtekening onder in overeenkomst. De fase van het plannen bedenken is daarmee voorbij en kan men beginnen met het opstellen van het bestemmingsplan. En daarna kan de schop letterlijk de grond in. Het heeft zijn majesteit de koning wederom behaagd, en de rest kunt u zo aanvullen wat er dan gaat komen. In zaal Ambiance in Zeeland reikt de burgemeester Marnix Bakermans de lintjes uit. Welkom allemaal hier in Ambiance. Voor sommige mensen was deze ochtend niet zo verrassend als voor anderen. Bij de heer Van der Linden. Ja, goed. Dank u wel. Van harte. Natuurlijk voor mevrouw. Dank u wel. De heer Bloemers en mevrouw Bloemers. Ja, ik moet... Mevrouw, gefeliciteerd. Dank u. Deze onderscheiding. Dank u. Meneer Schol, mevrouw Schol. Dank u wel, hartelijk wel. Gefeliciteerd. Meneer en mevrouw van Kasteren. Van anderen. Mag ik u hiermee... Meneer van Kasteren, ja. Burgemeester. Lang leve de koning. Lang leve de koning. Goed gevallen met angst en beven, maar goed. Voor wie komen jullie? Goedemorgen. Wij moeten. Nou, mooi zo, dat mag. Gaan. Ik vind het prima. Ja? Oh. Ik zie allemaal kleuren op het gezicht. Heer van Leuken. Wel van Dong. Bloemen. Netjes afsnijden. Ja. Meneer Vennings. Hendricks wil vragen om meneer Hendricks mee te nemen en andersom. Ter ondersteuning van uw beide partners. Lang leven de koning. En Martin, gefeliciteerd. Thank you.
Op 21 maart is de avonturentuin in Nieuwbouwwijk de Akkerwinde 2 in Schaik geopend door de wethouders Hans Verrijken en Jos Roelofs. Het gebeurde in het kader van NL Doet. Er werd een puls geslagen, een waterpomp geplaatst, dakgootjes gemaakt en gras ingezaaid. Op 20 maart vond de officiële opening van kindcentrum De Morgenzon in Zeeland plaats. En daarmee kwam een einde aan een lang traject van plannen, bouwen en inrichten van de twee scholen die hierin ondergebracht zijn. Lando TV is een trouwe gast bij de jaarlijkse kunstexpositie van de Schaikse amateurschilders in de Sprankel. Heel bijzonder hoe een trouwe groep kunstenaars elk jaar er weer in slaagt om ons mee te voeren naar bijzondere thema's. Ook burgemeester Marnix Bakermans was actief op de NL Doetdag. In woonzorgcomplex Vierhoven in Schaik bood hij een helpende hand bij het opknappen van de welzijnsruimte. Een ruimte die bedoeld is voor de bewoners met de ziekte van Alzheimer. En we kunnen er vandaag niet genoeg van krijgen. Nog meer NL Doet. Zo werd aan het Oliemeulen door vrijwilligers een natuurspeelterrein aangelegd. Met als doel de kinderen naar buiten te krijgen. Weg van de smartphones en de iPad. Ook in Reek werd over de toekomst nagedacht. Op 23 maart presenteerde een werkgroep de 13 actiepunten van het dorpsplan Reek. En na afloop konden de aanwezigen in diverse standjes nader kennis maken met de plannen. De sportkampioen uit Reek, Schaik en Zeeland. Op het gemeentehuis in Zeeland werden zij in het zonnetje gezet vanwege hun sportieve verdiensten. Overal in Landert werd Koningsdag gevierd. Letterlijk betekent dit het schminken van veel kindergezichten, versierde fietsen en de nodige kinderspelen. En ook gingen er talrijke ballonnen de lucht in. Landert TV was overal aanwezig en neemt u nu mee met een rondje Landert op Koningsdag. En en passant krijgen de inwoners met een lintje een streepje voor. Nou, dit is voor jou, hè? Gefeliciteerd. Geef ze een applaus voor drie dames en de drie heren. Ruim aandacht in deze uitzending voor het jaarlijkse topevenement in Reek, het Streekfeest. Voor de zevende keer inmiddels. Naast alle optredens was het dit jaar ook een goede doelendag met acties tegen kanker en MS. Hartverwarmend om te zien dat zoveel vrijwilligers het hart op de goede plaats hebben. Hoe is het met de conditie intussen van de groep? We hebben een berenconditie. Tini Vos en Doortje Bekkers organiseren al 25 jaar de bingo-middag voor de Pater Vos Stichting. De opbrengst was deze keer bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe motor voor Frater Amrit uit India, die in dit immense land de zorg heeft over 22 parochies die samen een gebied beslaan dat zo groot is als heel Brabant. Het is 30 jaar geleden dat Wim en Hetty Tielemans naar Schaik verhuisden en langs de Rijksweg een cafeetje met een snoepwinkeltje kochten. Een winkeltje dat intussen is uitgegroeid tot een restaurant. Landert TV mocht even aanschuiven. De viering en herdenking van 70 jaar Market Garden inspireerde de 88-jarige Betsy van der Zanden uit Schaik tot het schrijven van haar 9e boek, Welkom Bevrijders. Het verhaal is gebaseerd op haar lang bewaarde briefjes en kladjes uit de oorlog en speelt zich af rondom Market Garden in 1944 en de herdenking in 1994 en 2014. U wordt meegenomen in de herinneringen en belevenissen van de schrijfster die bij deze gebeurtenissen ter plaatse was. Het Schaikse koor met de naam die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, namelijk Gezelligheid, bestaat 40 jaar. Wethouder Moritz Beumer was namens de gemeente aanwezig, evenals 7 koren uit de regio die een optreden verzorgden.
De braderie in Schaik kende dit jaar een heel bijzonder aspect. Er was ruimte gemaakt voor artiesten met een bijzonder talent. Daarnaast greep Landen TV de braderie ook aan om zichzelf een beetje in het medialandschap op de voorgrond te plaatsen. De voetbalclub DHW mag zich gelukkig prijzen. In de wedstrijd tegen Margrietheid Oost wisten de spelers uit Schaik de na-competitie en het degradatiespook te ontlopen door van Margriet te winnen. Op overtuigende wijze zelfs. Ook volgend jaar mag DHW hierdoor in de derde klas voetballen. Koningsdag is nog maar net voorbij of het volgende lintje diende zich al aan. In Zeeland mocht Gerard Segers een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn vele vrijwilligerswerk. Zo mag hij gerust de godvader van het rokenlijzer genoemd worden. Een maandblad waar hij maar liefst 48 jaar betrokken bij is geweest. Je kunt er niet omheen in Zeeland. Op 3 toegangswegen naar het dorp staat met grote letters te lezen dat het rokenlijzer 50 jaar bestaat. Reden om op 16 en 17 mei enkele medewerkers in het zonnetje te zetten en een boek uit te brengen met herinneringen aan het maandblad. Muziekvereniging Zeelandia gaf op 26 april een concert samen met een vocaal kwartet dat gesierd is met de welluidende naam The Rare Vocals. Een kwartet dat bestaat uit 4 leden die afgestudeerd zijn aan het conservatorium in Tilburg. In het echte leven zou menigeen bedenking hebben om een zwaar bewaakte gevangenis te ontvluchten via talloze hindernissen. Maar als sportgebeurtenissen is het de laatste jaren ongemeen populair geworden, de Breakout Run. Ruim 4.500 deelnemers vanuit diverse landen trotseerden op 16 april in Schaik een zwaar opgezet parcours van 18 en 16 kilometer. En het was nog eens extra zwaar omdat het weer deze dag niet mee zat. Al kun je dat laatste natuurlijk ook als een extra bonus beschouwen. In sommige speeltuintjes kun je weinig anders doen dan wat heen en weer bewegen op een wipkip of je kop kapot vallen op de harde tegels eronder. Hoe anders is dat in het natuurspeelterreintje aan het Oliemeulen in Schaik. En wethouder Jos Roelofs, die bedreven is om te gaan met alle attributen van de politieke speeltuin in Landert, mocht bij de opening laten zien of hij ook nog kon omgaan met het soort speelterrein van zijn kindertijd. Stal Zwanenberg in Schaik stond tijdens het Pinksterweekend in het teken van dressuurwedstrijden in verschillende categorieën. Landen TV was erbij en volgde tijdens dit concours de verrichtingen van enkele inwoners van Schaik. De vrijwillige brandweer van Zeeland bestaat 75 jaar. En ter gelegenheid hiervan is een boek uitgebracht met daarin talloze herinneringen aan een vurig verleden. En omdat het uitrukken van de brandweer altijd wat ongemak veroorzaakt bij de naaste buren van de brandweerkazerne, mochten zij mede het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Dat was blok 2 en in het blok zag u Reek maar een paar keer voorbij komen. Is Reek een dorp waarover iemand onlangs opmerkte dat het een gat is met alleen een kapper en verder bijna niks? Is het een gat met de straatverlichting in het centrum waar bijna geen licht meer uitkomt? En een oord waar niemand zich wil vestigen op het industrieterrein, want het staat al jaren leeg. Of is Reek een dorp waar nu weer volop gebouwd gaat worden en een eigen dorpsplan heeft? Een dorp dat maar liefst 3 benzinestations heeft en op dit moment zelfs aan 4 buslijnen ligt. Is Reek een dorp dat bruist van de activiteiten? Een groot streekfeest, een drukke Dickens kerstmarkt, een wapen dat regelmatig knalt en een eindejaarsfeest waarin Reek zelfs explodeert. Freek, hoe denken de gasten aan tafel over Reek? Ja, Mark, dan beginnen we toch gelijk bij jou. Reek toekomstbestendig, dat dorpsplan dichter? Ja, Reek is zeker toekomstbestendig. Ik denk dat alle activiteiten die in het dorpsplan staan en alle activiteiten die het hele jaar door in Reek georganiseerd en ontplooid worden, dat wel degelijk laat zien dat Reek aan alle kanten leeft en bruist. Als je alleen al, hij kwam ook voorbij in dit blok, hè, het streekfeest, als je daar naar kijkt. Ja. Dat is toch een evenement wat echt op de kaart is gezet. En waar vanuit de hele regio mensen naartoe komen en een fantastisch weekend beleven. Reek explodeert. Het had vorig jaar zelfs de aandacht van de landelijke pers, het initiatief wat daarin genomen is. En het krijgt weer een vervolg dit jaar.
Kijk naar het carnavalsgebeuren, de concerten van de Harmonie. Ongerakt zingt, wat een gigantisch evenement was eind mei afgelopen jaar, waarbij we een bomvolle zaal hadden. Waar inwoners uit heel landen op afgekomen zijn om naar Ongerakt te luisteren en naar de mensen die daar gezongen hebben. En dat waren artiesten uit alle drie de kernen van Landert. Ja, want nu wordt er dan nagedacht over de toekomst van Reek. Het zou niet toekomstbestendig zijn. Hoezo moet er over nagedacht worden als je het zo allemaal hoort wat er gebeurt? Als je daar gewoon doortrekt tot over 50 jaar dan, is er toch niks mis mee? Nou, ik denk dat in een dorp als Reek je er met elkaar het schouders onder moet zetten. En dat is niet altijd eenvoudig, want je hebt heel veel vrijwilligers nodig. Je hebt niet zo'n grote vijver waar je in kunt vissen om de vrijwilligers uit tevoorschijn te halen. Maar het gebeurt wel. Dus jij bent er niet bang voor dat Reek binnenkort verlaten is? Nee, absoluut niet. Nee, maak je geen zorgen. Kijk. Nee. Tje, we zagen de glazen huisactie in Zeeland. Daar was ik ook bij. En altijd als er in Zeeland zoiets wordt georganiseerd, dan komt het hele dorp erop af. Ja. Hoe komt dat? Waar komt het vandaan? Ja, ik denk dat dat betrokkenheid van de mensen is. En ja, het was ook een heel goed doel natuurlijk. En ja, dat is een evenement midden in het dorp voor een goed doel, georganiseerd door een aantal mensen. En ja, dat trekt volk. Dus ja, dat is, maar dat geldt ook voor andere evenementen. Maar misschien mag ik ook even nog reageren op ja, Mark. Ja, graag zelfs. Die heeft verteld over het dorpsplan Reek. Daar heb ik nog niet zo lang geleden ook eens helemaal door zitten lezen. Ik vind dat echt een heel goed initiatief wat ze daar genomen hebben. Want zowel in Reek, Schaik als in Zeeland, er zijn een heleboel dingen gebeuren. Allerlei mensen zijn actief. En wat in Reek gelukt is, om al die mensen bij elkaar te brengen. En is te kijken van waar willen we over 25 of 30 jaar zijn met Reek. Wat moeten we dan allemaal doen? En dat hebben ze, vind ik, op een hele goede manier op een rij gezet. En daar ook heel veel mensen bij betrokken. En ik denk dat dat belangrijk is in een dorp. En dat zie je ook allemaal, dat er veel gebeurt. Dat mensen er voor elkaar zijn. Maar dat er ook onderlinge verbindingen zijn. Dat je weet van elkaar waar je mee bezig bent. En dat je met elkaar samen weet waar je naartoe moet. Hè. En voor ons is dat allemaal niet zo moeilijk. Wij zijn gesetteld en alles. Maar er zijn jonge gezinnen met jonge kinderen. En die moeten over 30, 40 jaar moeten die ook nog in het Zeeland kunnen leven zoals wij dat nu doen. Maar daar is wel actie voor nodig. En dat wil dus zeggen dat je, zoals we dat in Reek gedaan hebben, dat je moet zorgen dat dat allemaal bij elkaar komt en dat je daar samen over nadenkt. Want Zeeland mist is zeg maar een echt dorpshuis. We hebben de Garf, maar dat is niet geschikt voor van alles. Nou, er is een initiatief voor een gemeenschapsruimte en dat soort dingen. En ja, dat zijn allemaal hele goede initiatieven. En als je dat bij elkaar kunt brengen, dat het van het geheel, dat het een deel gaat uitmaken van een geheel, dan denk ik dat je kunt zorgen dat Zeeland nog steeds een prachtig dorp is. Als wij er al lang niet meer zijn en onze kinderen en kleinkinderen daar gelukkig kunnen zijn. Leonard, hoe is het in Schaik met de leefbaarheid? Ja, je ziet natuurlijk ook in Schaik, net als in Reek en in Zeeland, dat de verenigingen enorm bloeien. Je bent als vereniging afhankelijk van vrijwilligers, wat Mark ook al zei. En toch zie je in Schaik ook dat altijd weer voor elkaar komt. Anders dan in bijvoorbeeld grotere dorpen en steden, waar die vrijwilligers veel minder zijn, naar mijn idee. Maar door de hechtheid van een gemeenschap zie je gewoon dat iedereen bereid is zijn steentje bij te dragen. We gaan het in 2016 ook nog volgen voor u. Tom. Dankjewel Freek. En ik wil nog zeggen, bij mij in de buurt zijn er nog huizen te koop. Starterswoningen. En het huisje, Freek, het meisje komt dan vanzelf. Muziek nu. Even een rustmoment in de stroom nieuws en activiteiten. Tijd voor harp. Een woord dat niks met een muziekinstrument te maken heeft. De H staat voor Hans, de R voor Richard, de P voor Piet en de A voor de tweede letter van de andere Hans van de groep. Twee keer H zou wat lastig zijn geweest. Kunt u het nog volgen? Naar eigen zeggen spelen ze alleen muziek die ze mooi vinden. En dat betekent in dit geval American folk, Americana en daarnaast ook Iers aandoende muziek. Als nummer hebben ze gekozen de Decemberist van de groep Rocks on the
Box. U hoorde harp met drie hoofdletters en een kleine letter A. We gaan nu kijken naar het derde kwartaal van 2015. Een periode die voor Landert een grote verrassing zou inhouden. En dan bedoel ik deze keer niet lintjes. Maar liefst 5 groepen uit Landert deden mee aan het fietsen en lopen voor een goed doel op de Alpe d'Huez en de Mont Ventoux in Frankrijk. Samen haalden ze ongeveer 1 ton op. Landert TV sprak met vertegenwoordigers van de groepen over hun ervaringen. De eerste reekse dorpsquiz was een groot succes. En dat smaakte naar meer. Met de reekse kermis was het zover. En deze keer zaten er 23 groepjes in het wapen en elders achter een laptop of gebogen over een iPad om de vragen te beantwoorden.
Ook moest er door het dorp gelopen en gefietst worden om tot de goede antwoorden te komen. Ook een moeder en een zoon deden mee. De zoon eindigde met zijn groep op de eerste plaats en de moeder op de laatste. Voor de kinderen in Landert uit groep 7 moet het goed zitten met de kennis van het verkeer. Want op 2 juni hield Veilig Verkeer Landert het jaarlijkse praktische verkeersexamen. In de vorige uitzending stond het al op de rol, maar toen was het niet gelukt. Maar nu wel. De dames van het voetbalelftal van DHW zijn gepromoveerd naar de eerste klas. De verdediging ontwijkt en de band pandklaar neerlegt voor de inlopende Elke Hurkens. Geen van DHW volgend jaar uitkomen in de eerste klasse. De kurken van de fles en het feest losbarsten. Op zondagmorgen 19 april om 9 uur zijn ze vertrokken. En om 2 juni waren ze weer terug in Zeeland. Theo de Klein en Gerrit Huggers. En in die tussentijd fietsen ze de 2500 kilometer naar Santiago de Compostela. En waarom? Omdat ze op de Jeu de Boule Club op dat idee waren gekomen. Lopen en fietsen vormen een soort rode draad in dit programma. Santiago de Compostela, de Mont Ventoux en de Alpe d'Huez hebben we gehad. Maar ook in Schaik werden de benen gestrekt in de avondvierdaagse. Landen TV liep een klein stukje mee. Waarheen leidt de weg, zong Mieke Telkamp ooit. Een vraag die ook de gemeente Landert zich de afgelopen maanden gesteld heeft. Op 16 juni gaf het college een voorzet en mede op basis van de wensen van de inwoners is een weg uitgestippeld die Landert in de toekomst zou kunnen bewandelen. Want, zo vindt de gemeente, de toekomst van Landert is van ons allemaal. Herdelen van belang, maar zorg dat je die inwoners in ieder geval op een goede manier betrekt. Tante Tini is een helleveeg, een takkenwijf. Maar met haar neefje Albert kan ze het wel erg goed vinden. Te goed zelfs. En dat kan nooit goed gaan. Zie daar de ingrediënten van de nieuwe film die André van Duren op het moment aan het opnemen is. Bijzonder is dat Joep van Leuken uit Schaik, 11 jaar, een hoofdrol speelt in deze film. Die gebaseerd is op het boek De Helleveeg van AFTH van der Heijden. Ook voor Zeeland is er een rol weggelegd in deze productie, want Jan Wijnakker mocht zorgen voor 100 oldtimers. Landert TV nam een kijkje op de filmset in Eindhoven, maar laat eerst zien hoe Joep als een echte hoofdrolspeler in Schaik opgehaald wordt. Maandag 15 juni gaf wethouder Hans Verrijken het startsein voor de sloop van het voormalige kinderdagverblijf De Vlieger in Zeeland. Tegelijkertijd opende hij ook het parkje dat op de plek komt waar De Vlieger en ook de basisscholen De Wizard en De Vlasgaard stonden. En zo krijgt Zeeland dan toch een groen hart, zij het misschien tijdelijk. Bij het Zeelands zomerpretpark draait alles om activiteiten voor kinderen. Maar niet zonder doel, want met de opbrengst wil men theatergordijnen voor 2 scholen kopen. Bij gebleken succes wil men hier een jaarlijks terugkerend spektakel van maken, met ieder jaar een andere bestemming van de opbrengst voor de scholen in Zeeland. We blijven nog even in Zeeland. En van kinderen naar jongeren is maar een klein stapje. Op 5, 6 en 7 juni organiseert de Stichting Jeugdbelangen voor de 38e keer een jongerenweekend. En ook deze keer met het thema De Ontmoeting. Een ontmoeting tussen jongeren die 3 jaar geleden van de basisschool af zijn gegaan en een confrontatie met jongeren die reeds het een en ander meegemaakt hebben en anders door het leven gaan. Naar kunst kijken, al wandelend over de tuinpaden van de Heemtuin in Zeeland. Is zo'n heemtuin de ideale omgeving om schilderijen, keramiek en andere kunstvormen goed tot hun recht te laten komen? Die vraag stelde zich de kunstgroep Landarte bij de expositie die ze op 4 en 5 juli hield in Zeeland. Ze zeggen wel eens, de geschiedenis herhaalt zich. Lang niet altijd blijkt dit te kloppen. Maar in Zeeland voor 1 keer wel. Want net zoals men dat in het verleden wilde weten, stelde nu de carnavalsvereniging De Smaugjes de vraag wie de sterkste spierbundels zou bezitten in het dorp. Op 5 juli wist men welk team met die eer ging strijken. Op 10 juli nam Elle Geurs van Kessel afscheid van haar school De Regenboog in Schaik. Na 45 jaar. Ze trakteerde de kinderen op 2 theatervoorstellingen. En uiteraard waren er ook de nodige toespraken en hapjes en drankjes. In het weekend van 27 en 28 juni werd in Zeeland voor de 3e maal het Bike Festival Brabant georganiseerd. Een weekende waarbij alles in het teken stond van de wielersport. Een 24-uursrace, een dikke bandenrace voor de jeugd en een bedrijvencompetitie.
En dat fietsen goed voor ons is, dat weten we. En zeker als het ook nog eens voor een goed doel is. In dit geval voor de stichting NCFS. En NCFS mag u vrij vertalen met taaislijmziekte. Snuif de geuren van vroeger weer eens op. Ervaar met al uw zintuigen hoe de nostalgie van weleer gekoppeld wordt aan eigentijdse functie in authentieke hooibergen. Zo begint de folder over de eerste Landertse Hooibergdag die op 26 juli gehouden werd. En één ding is zeker, de zin is goed gelezen, want er werd massaal gehoor aan gegeven. Druk was het overal. En wie weet zou deze open dag wel eens een jaarlijkse traditie kunnen worden. Harmonie Zeelandia uit Zeeland trakteerde de kinderen van het Oventje op hun optreden. Als locatie had het muziekgezelschap gekozen voor een kiosk. Maar vanwege het weer moest er uitgeweken worden naar een ruimte bij tuinbouwbedrijf Compliment. De muzikale tonen klonken er niet meer door. Op 10 augustus 1925 werd Nederland getroffen door uitzonderlijk noodweer. Een windhoos trok in de namiddag en vroege avond van zuidwest naar noordoost over Brabant en via Nijmegen en de Achterhoek naar Twente. In onze omgeving moesten vooral Zeeland, Langeboom en Enschare het ontgelden. Op het Oventje, de Trent en op de Graspeel werden 77 huizen en 32 schuren vernield door de storm. Zoals elk jaar sluiten de leerlingen van groep 8 van de basisschool het jaar af met een musical. Lander TV nam een kijkje bij het optreden van de kinderen van de Krekel in Reek. Na 12 jaar neemt directeur Peter de Klein afscheid van basisschool De Regenboog in Schaik. Hij vertrekt naar Kuik, waar hij per 1 augustus benoemd is op de school De Zevensprong. Neem maar nog een borreltje op en in Langeboom staat de deur ook altijd open. Dank jullie wel. Natuurlijk Zeeland hebben ze het genoemd. De eerste toeristische streekmarkt. Op 29 juli werd in Zeeland een dergelijk evenement georganiseerd. In en achter de voormalige pastorie stond het Brabantse leven centraal met streekproducten, een brokante markt, live muziek, een huifkaartocht en de nodige toeristische informatie. Ongeveer 300 kinderen waren aanwezig op het jaarlijkse Moesja-kamp, het kindervakantiekamp voor de kinderen uit Schaik. 5 dagen lang gingen ze op expeditie de Maashorst in, expeditie Moesja geheten. De dans van de kat betekent het letterlijk. In ballettermen, een pas de chat. En na dat begrip is een dansstudio uit Schaik genoemd. Kinderliedjes in beweging, kleuterballet, kleuterdans, streetdance, klassieke ballet, zangles en tapdance. Het kan allemaal bij pas de chat. Wie zomer zegt in Schaik, denkt aan de Schaikse kermis. Volgens sommigen is de kermis geen hoogtepunt meer in de vakantie. Maar in Schaik wil men daar dit jaar verandering in gaan brengen met een uitgebreid feestprogramma. Uiteraard naast de traditionele attracties op het kermisterrein zelf. Het is weer kermis in de stad. We gaan weer in het reuzenrad. Voor de 4e keer alweer mochten de kinderen in Reek zich verheugen op activiteiten in de Reekse bossen. Onder de naam Kelekeet zorgden 100 begeleiders ervoor dat 140 kinderen mooie en spannende dagen mochten beleven in het teken van de magie. De entree van Schaik op de Schutsboomstraat is behoorlijk veranderd. Een monumentaal gebouw met veel glas prijkt op de plaats waar eerst de bloemenzaak van Delleman stond. Van het oude gebouw is niets overgebleven. Ook het assortiment gaat veranderen. Naast kleding, meubelen, cadeauartikelen en schoenen kunt u voortaan ook terecht voor bloemen, planten, ijs, chocola en drankjes. Wat Kelekeet is voor Reek, is het Inca-kamp voor Zeeland, maar dan al 50 jaar. Vanwege dit heugelijke feit kreeg het vakantiekamp een feestelijk tintje. En wethouder Hans Verrijken deelde taart en ijsjes uit. Na de kermis in Reek en Schaik is nu Zeeland aan de beurt. Wethouder Moritz Beumer mocht hem openen. En dat was ook meteen één van zijn laatste wapenfeiten. Behalve het vermaak op het kermisterrein vielen ook te genieten van de straatfeesten die in hetzelfde weekend werden georganiseerd. Henk Graas uit Schaik heeft deelgenomen aan de wereldkampioenschappen voor speurhonden in Moskou.
Hier wist hij op een verdienstelijke 7e plaats te eindigen. Met dank aan zijn Duitse herdershond Blitz. Landert krijgt een nieuwe coalitie. Dat kan u bijna niet ontgaan zijn. Op maandag 31 augustus presenteerde DS97, het CDA en de vereniging Herendeel Landert hun programma op het raadhuis in Schaik aan de daar aanwezige pers. Zij die wat bewoort, hewa, is een oud gezegde. Co van der Venne uit Schaik heeft dat gezegde wel heel letterlijk genomen. De woonkamer, de keuken, de hal, de slaapkamer, de serre en alsof dat nog niet genoeg is, ook de hele tuin, de zijgevel en de voorkant van het huis staan vol met duizenden beelden, schilderijen en attributen. Het wordt met uw bloemkes, want ik hou des zo niet vol. De vloer, de muren, het plafond, het zit gelijk al vol. Fietsen is voor mensen die niet of nauwelijks kunnen zien niet weggelegd. Toch is daar iets op gevonden in Nederland. Jaarlijks wordt op 8 à 9 plekken in het land een tandemtocht georganiseerd, waarbij de slechtzienden met hun voorganger mee kunnen rijden. In Schaik is Rien van Mun een van de kartrekkers van dit bijzondere evenement. Het is een van oorsprong Nederlandse sport, bedacht door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuizen in 1902, korfbal. De sport sloeg aan in ons land en ook in Schaik is een vereniging van de grond gekomen onder de naam EMOS. Eendracht maakt ons sterk. Dit jaar bestaat de vereniging 50 jaar. Tijd voor een feestje. Welkom bij een extra uitzending van Landert in Beeld. Landert heeft 3 nieuwe wethouders en dat betekent dat er ook 3 wethouders vertrokken zijn. Op 18 september konden de inwoners uit Landert afscheid nemen van Moritz Beumer, Hans Verrijken en Jos Roelofs tijdens een receptie in het gemeentehuis in Zeeland. Burgemeester Bakermans prees de wethouders voor hun verdiensten, ook al was het maar voor een hele korte periode. Stichting 4 Vrijheid Schaik heeft wederom flink aan de weg getimmerd. Letterlijk zelfs. Op 5 locaties in de gemeente Landert zijn plaquettes geplaatst waar tijdens de Tweede Wereldoorlog geallieerde militairen gesneuveld zijn. Op 19 september mocht burgemeester Bakermans ze onthullen. Blok 3 was dat. Veel aandacht voor de jongeren en ook voor de goede doelen. En in één keer hadden we zomaar 3 nieuwe wethouders in Landert. Ik was buitengewoon verrast toen ik dat hoorde en de zittende wethouders moesten aftreden. Ik schrok ervan en ik ben benieuwd of onze gasten aan tafel ook schrokken toen ze dat voor het eerst hoorden. Freek. Ja, hoef ik eigenlijk niks meer toe te voegen. Ik kan hem zo doorspelen. Schrokken jullie er ook van? Ja, schrikken. Het kwam redelijk onverwacht voor mijn gevoel in ieder geval. Ik had het idee dat de wethouders goed op hun plek zaten, er ook goed in zaten. En dan ja, komt toch tamelijk onverwacht in één keer dat het college valt en dat er nieuwe wethouders moeten komen. Dus ja, ik vond het wel verrassend, laat ik het zo zeggen. Schrikken is een groot woord, maar verrassend vond ik het wel, ja. Tje, jij hebt het ongetwijfeld gevolgd voor Brabants Dagblad. Nou, ik was toen al met pensioen, dus dat hoefde niet meer. Maar, je hebt er iets van meegekregen. Schrikken is een wat groot woord, maar het kwam wel totaal onverwacht. En wat ik eraan toe zou willen voegen is dat ik het heel moeilijk kan begrijpen wat er allemaal gebeurd is. En wij zijn met z'n drieën. Alle drie nauw verbonden met de muziekvereniging en bij ons heet het harmonie. En harmonie wil zeggen dat je dingen samen moet doen en dat je naar elkaar moet luisteren. Als je muziek maakt, ik heb eens een dirigent gehad die zegt, muziek maak je met je oren, want je moet luisteren wat de rest doet en dan moet je ook aanpassen. Ik vond het heel vervelend om te constateren dat mensen blijkbaar niet naar elkaar konden luisteren en dat het daardoor uit elkaar klapte. Ik denk niet dat dat de weg is om dingen echt te bereiken. Leonard? Ja, ik denk dat natuurlijk het kwam als verrassing, maar aan de andere kant, je weet ook dat dit politiek is. Zo wordt het spel gespeeld in de politiek en je weet dat dit gebeurt. En dan is het altijd een verrassing voor degene die het betreft. Ik denk dat je, als je gaat kijken naar wethouders, dat ze altijd kwetsbaar zijn en zichzelf ook kwetsbaar opstellen door wethouder te worden. Datzelfde geldt voor de mensen die in de politiek zitten.
Iedereen probeert op zijn eigen manier zijn steentje bij te dragen. Ik denk alleen in zo'n kleine gemeenschap als Landert. Dan zou ik veel eerder pleiten voor niet een coalitie, maar gewoon met z'n allen de juiste man op de juiste plaats zetten en dan allemaal tegelijk beslissen over elk onderdeel apart. En dan zou je een heel ander, een soort nationaal kabinet krijg je dan. En dan krijg je een heel ander uitgangspunt. En dan denk ik dat het zou gaan over de dingen waar het over moet gaan, in plaats van over de mens en de politiek. En dat zou naar mijn idee in kleine kernen een veel betere oplossing zijn dan coalities vormen. En dan weet je dus ook dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Ik zag ook Snuf en Sjoe, en dan kijk ik toch naar jou, Leonard. Als het hele centrumplan van Schaik zo wordt, dan ziet dat er goed uit, toch? Ja, dat zou fantastisch zijn als je dit aanzicht in heel Schaik zou hebben. En ik denk ook wel, als je kijkt naar de maquettes en de beelden die er al zijn voor het nieuwe centrumplan, dat dit wel de voorbode is van wat we van plan zijn met Schaik en hoe we het in willen richten. En als dat lukt en zo voor elkaar krijgen, dan denk ik dat je iets heel bijzonders neerzet. En dan zie je ook, hè, we hadden het straks heel uitgebreid over verenigingen, maar die verenigingen die hebben heel veel vrijwilligers nodig, maar die hebben ook sponsors nodig. En dat zijn onze ondernemers. En die ondernemers die zich met elkaar verbinden, ook aan zo'n kern en zo'n dorp en daarmee bezig zijn, die steken er ook geld in. En daardoor kunnen de verenigingen ook. Dus het is een cirkel met elkaar om dingen te bewegen en te veranderen. En dan zie je wat er kan komen. En als dit de uitstraling gaat worden van Schaik, ja, dan worden we echt een volkomen werelddorp. Dus, Goed, we wachten het af. Tom. Ja, dankjewel Freek. Heb jij trouwens nog aspiraties om wethouder te worden? Nou, ik denk het niet. Ik hou het voorlopig bij interviewen. Dan moet je bedenken dat burgemeester Bakermans in Uden ook zo begonnen is bij Jong Uden, hè? Ja. Dankjewel. Blok 4. Ons laatste blok nu. Nog eenmaal een bonte afwisseling van onderwerpen. Fietsen voor een goed doel. Dat is eigenlijk de kern van de drie MOV-fietstochten in Landert. In Schaik, Reek en Zeeland stapten de inwoners op de pedalen voor projecten in de voormalige missielanden of voor doelen die wat dichter bij huis liggen. Voor die projecten, daar doen we het voor. 292 deelnemers. De vijfde editie van de Landertse Golfdag mocht zich dit jaar verheugen in een primeur. Voor het eerst vonden de wedstrijden plaats op de vernieuwde en volwassen geworden golfbaan in Nistelrode. Geen 9 holes meer, maar 18. Maar een hole-in-one slaan blijft even moeilijk of onmogelijk. Veel koren zijn er de laatste 20 jaar niet meer bijgekomen. Maar op elke regel is een uitzondering. In 2000 zag in Reek het Smitskoor het levenslicht. Het koor begon met het zingen van Latijnse missen en lofzangen, maar heeft intussen haar repertoire uitgebreid met andere gezangen. In een plechtige heilige mis vierde het gezelschap onlangs haar 15-jarig bestaan. De EHBO Schaik Reek heeft een aantal jubilaris in het zonnetje gezet. Een aantal leden vierden dat ze reeds 25 jaar actief zijn binnen de vereniging. En Mientje van Gaal mocht er zelfs nog 15 jaar bij tellen, want zij verzorgt al 40 jaar inwoners die acuut een beroep doen op de eerste hulp bij ongelukken. Stichting Kansarme Roemenië organiseerde op 19 september een open dag in Schaik. Tussen 12 en 4 uur kregen de belangstellenden uitleg over de activiteiten van de organisatie. Binnen de vrouwenorganisatie in Reek en ook binnen het MOV en de zorgcoöperatie in deze plaats speelt Anja Derks een belangrijke rol. Niet vermoedend en blij verrast mocht ze hiervoor op maandag 12 oktober een koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen uit handen van burgemeester Marnix Bakermans. Harmonie Zeelandia organiseerde samen met de slagwerkgroep een jubileumconcert. Enerzijds voor een aantal leden die al 25 jaar lid waren en anderzijds voor Kees van Gerwe die al 60 jaar muziek gemaakt heeft bij de vereniging. Steek de koppen bij elkaar, verzin met de buren een goed idee en doe vervolgens mee aan de Nationale Burendag. In Schaik leidde dit in de Makkenhof tot het gezamenlijk aanleggen van een kunstgrasveldje. Op 3 oktober werd in Schaik een nieuw paviljoen geopend voor tennisvereniging De Witte Scharen. Een nieuw gebouw met veel glas. De opening werd verricht door oud-prof-tennisser Schenk Schalke. Naar het officiële gedeelte liet Schenk de aanwezigen in een tennisclinic en een demonstratie een poepje ruiken van zijn kunnen. Onlangs is bekend geworden dat de gemeente Landert het wapen van Reek overneemt van Mooi Land Maasland.
Een mooi cadeautje voor de Reekse gemeenschap en voor het wapen zelf dat onlangs zijn 10-jarig bestaan heeft gevierd aan de Nieuwheidmorgen in Reek. Een belangrijke rol bij het tot stand komen van het dorpshuis in 2005 vervulde de toenmalige wethouder Chris Schol. Hoe kijkt hij terug op zijn geesteskind? Jong en oud loopt hier door elkaar. Nou, daar was het voor bedoeld. Mm-hmm. En dan even terugkomend op de eerste vraag. Dan doen wij dat wel goed. Dus ik daar weer rondloop, dan denk ik, nou, daar hebben we in ieder geval niet voor niks gedaan. Al 80 jaar behartigt de MKB Schaijekreek de belangen van het midden- en kleinbedrijf in de twee dorpen. Reden voor een feestje en een mooie gelegenheid om een aantal jubilarissen in het zonnetje te zetten. In 1918 werd in Reek een bejaardenhuis gebouwd en voor de verzorging van de bewoners werden de zusters Franciscanessen uit Veghel aangetrokken. In 1970 verhuisden de bewoners naar een nieuw onderkomen aan de Nieuwheidmorgen in Reek. Van de zusters Franciscanessen die ooit in Reek zijn geweest, zijn er nog twee over. Eén van hen is zuster Petronella Maria van Driel. Bijna 90 is ze nu. Wij zochten haar op in haar appartement in het moederhuis in Veghel. Wandelsportvereniging Ons Genoegen uit Schaijk organiseerde samen met de stichting Pater Vos India op 4 oktober de derde editie van de zogenaamde Pater Vos-tocht. Maar liefst 412 wandelaars zetten zich om 8 uur in de ochtend in beweging naar de Maashorst om hier 5, 8, 15 of 20 kilometer te lopen. Er waren nog meer acties voor het goede doel. Blaaskapelle Fresia uit Schaijk stelde de opbrengst van haar jaarlijkse concert wederom geheel ter beschikking van de stichting Kika, Kinderen Kankervrij. En het aanwezige publiek kreeg daar wel een sfeervolle muziekmiddag voor thuis. De Schaijkse Katholieke Bond van Ouderen begint langzamerhand ook zelf de pensioengerechtigde leeftijd te krijgen. Op initiatief van dokter Langendijk zag de vereniging in 1955 het levenslicht en kon daardoor onlangs het 60-jarig jubileum vieren. Als je ze soms nog niet zult kennen, de presentatie die was van Nettie van de Venne. Zeg het goed gedaan, het waren één woord schoon, we doen er mooi mee hen. Tijdens de receptie van de jubilerende Bond van Ouderen in Schaijk kreeg Harry Hendricks een zilveren speld uitgereikt voor zijn verdiensten bij de vereniging. Een onderscheiding die met dankbaarheid in ontvangst genomen werd. De leerlingen van de Mariaschool in Zeeland, die in 1960 in de vierde klas zaten, zullen elkaar niet snel uit het oog verliezen, want om de 5 jaar zien ze elkaar terug. Deze keer in de pastorie en het kindcentrum in Zeeland. Het meest bekende biljartspel in Nederland is het driebanden. In Reek werd er langs de 8e editie van het driebandentoernooi georganiseerd. Alle technieken van het biljarten werden door de Reekse spelers in het Wapen van Reek samengevoegd tot een tactisch spel waarin verdediging en aanval snel in elkaar overgingen. Het eerste CPO-project van zelfbouwers in Landert is op donderdag 5 november van start gegaan. CPO staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap en het betekent in dit geval dat 5 toekomstige bewoners zich verenigd hebben voor de bouw van een huis in Plant Kerkpad in Reek. Wethouder Ben Brands viel de eer te beurt het bouwbord te mogen onthullen, samen met de toekomstige koop. De eerste bouwkavel op het bedrijventerrein Voederheil 2 in Zeeland is verkocht. En zoals wethouder Ben Brands het zou zeggen, als het eerste bedrijf over de dam is, volgt de rest vanzelf. Tenminste, dat hoopt de gemeente. Viva bewoog die hewa is een oud gezegde. Een uitspraak die niet alleen voor personen opgaat, maar ook voor de heemkundekring Schaijekreek. Al 30 jaar is de vereniging bezig cultureel erfgoed van de twee dorpen veilig te stellen. En dat hoopt men ook nog jaren te kunnen blijven doen. De Pater Vos Stichting uit Schaijek zet zich al 20 jaar in voor minder bedeelden in India. Op 10 november werd dit gevierd in café-restaurant Nieuw Schaijk met een lezing over kleinschalig ontwikkelingswerk en de presentatie van een aantal projecten. Het smartlappenkoor Tiona zorgde voor de muzikale. De welzijnsorganisaties Rigom, AZ, Vivaan en een deel van Mee Noordoost-Brabant gaan per 1 januari fuseren. Hierbij ontstaat de nieuwe organisatie voor de gemeente Bernhezen, Boekel, Landert, Os, Uden en Veghel. Bij deze grootschalige ontwikkeling hoort een nieuwe naam en uiteraard ook een nieuw logo.
Het is november en dat betekent dat het woord Alaaf weer in de maand zit. Op diverse locaties in Landert zijn er weer nieuwe prinsen en prinsessen gekozen. En zoals elk jaar zijn er ook deze keer weer de nodige creatieve ideeën aan te pas gekomen op tot de originele onthulling van de nieuwe heersers te komen. Knutselen, sportactiviteiten, timmeren, bakken en schilderen. Het zijn activiteiten die de kinderen op de lagere school niet elke dag doen. Behalve op de jaarlijkse Uitje Kunstdag op basisschool Den Omgang. En op die dag bleek dat filmen en een interview afnemen voor Landen TV best wel lastig is. Een borstje gemaakt en van een spijkerboek heb ik een oog geknipt en dan maak ze het op. Maandenlang stond hij er geamputeerd bij, de Witte Molen in Reek. Maar op woensdag 2 december zijn enkele onderdelen weer met elkaar verenigd en steekt de molen weer vier boven zijn omgeving uit. Nu de Wiekenag. Beste aanwezigen, wij zijn zover dat we kunnen komen naar de einduitslag. Zo. En nu weten we ook wat de totale opkomst is geweest en ik denk dat we trots mogen zijn op de 52%. Met dank aan de inspanningen van alle politieke partijen die daar ontzettend hun best voor gedaan hebben om zowel op inhoud als op het verleiden van onze kiezers, inwoners, om die naar de stembus te laten komen. Het volgende stembureau. Stembureau De Potter. En dat brengt ons bij een einduitslag. Waarbij zelfstandig 21% komt. De samenvoeging met Os 5%. Samenvoeging met Uden 14%. De Maashorstgemeente 37%. Het opsplitsen waarbij Reek en Schaik naar Os gaan 18%. Opsplitsen Reek en Zeeland bij Uden 5%. En de blanco en ongeldige stemmen die verdwijnen hier uit dit overzicht. Het is goed dat wij zoveel opkomst hebben gehad en er lijkt toch een duidelijke uitslag richting de politiek te gaan. Hij is geboren nog tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1915. Herman Oliemeulen uit Schaik. De inwoners uit het dorp kennen hem vooral als koster van de kerk en als winkelier die groenten en kruidenierswaren verkocht. Vanaf 2003 woont hij in Compostela in Zeeland en hier mocht hij onlangs zijn 100ste verjaardag vieren. Gewoon leven zo, wit leven. Ik denk dat je het beste van bent. Allang is er over geklaagd. Tussen Landert en het ziekenhuis in Uden bestaat geen goede verbinding met het openbaar vervoer. Maar vanaf maandag 14 december is daar verandering in gekomen. Elk uur rijdt er voortaan door de week een buurtbus vanuit Schaik, Reek en Zeeland naar Bernhoven in Uden. De eerste rit was omgeven door een feestelijk tintje. Het wapen van Reek en de naaste omgeving was op zondag 13 december weer het decor van de Dickens Kerstmarkt. Zowel particulieren als bedrijven waren van de partij met kerststukken, kerstkaarten, winterse decoraties, hapjes en drankjes. En uiteraard was de lucht vervuld van aardse en hemelse kerstmuziek. In Glow en Snowrun in het verlichte en schitterende werelddorp. In Schaik zitten ze niet verlegen om superlatieven. Maar gelukkig was het ook druk bij het hardloop-evenement in en rond het centrum van Schaik. Hetty en Geert, die elkaar gevonden hebben in Boer zoekt vrouw, mochten de aftrap verrichten. Veel glow was er ook, alleen de snow ontbrak. Oerend hart kwam is ieder aangescheurd. Normaal. Nog één keer hebben ze dat lied gezongen en wel op 19 december, want op die dag viel het doek voor de boerenrockgroep uit de Achterhoek. Onder de toeschouwers was Zeeland en omgeving goed vertegenwoordigd. Natuurlijk ontbrak de grootste aanhanger en ereheuker Piet Verstegen uit Zeeland niet in dit gezelschap. Wij vroegen aan hem hoe het altijd met normaal is geweest. Kleur en Zang is de naam van de Zeelandse Vogelvereniging. Meestal zitten de gevederde diertjes in kooien bij de leden thuis. Maar eenmaal per jaar verhuizen ze naar het dorpshuis De Garf. En aan ieder die dat wil, zijn ze daar in alle pracht te bewonderen.
Kerstmis is in aantocht en op veel plaatsen wordt een kerststal gezet. Zo ook op het Oventje in Zeeland. Landen TV nam een kijkje bij de bouw van de stal. Ligt in de kerststal, een ster is op de weg. Noordwijk en Jezus. Op 16 december nam Thijs Lochtens uit Zeeland afscheid als oudere adviseur bij het Rigo Maasland. Maar niet voordat burgemeester Bakermans hem een koninklijke onderscheiding had verleend. De medewerkers van LFM Radio draaien elke week de nodige plaatjes en laten daarbij de artiesten zingen en muziek maken. Voor één keer hebben ze de rollen omgedraaid en hebben ze zelf een lied opgenomen. Een lied dat past bij de feestdagen die in aantocht zijn. En de wens die ze daarbij uitspreken is dermate gemeend dat wij hen een onzuivere nood niet euvel zullen duiden. Ons laatste blok was dat. Veel klein nieuws en een heel groot bericht, want het venijn zat in de staart dit jaar. Weten de inwoners wel welke richting Landert op moet? De Vereniging voor Herindelen kreeg uiteindelijk waar ze om vroeg, een referendum. Is het referendum de Schaijkse misser, zoals ze in Hees de Heese misser kennen, of juist niet? Zijn we er veel wijzer van geworden? Wat zeggen onze gasten aan tafel hiervan, Freek? Ja, de Maashorstgemeente werd de grootste, de allergrootste. Wordt het iets moois, die Maashorstgemeente? Want het lijkt erop dat we daar naartoe gaan, toch? Het lijkt erop dat we daar naartoe gaan. Dat is in ieder geval wel de uitkomst, denk ik, van het referendum. Als je kijkt naar wat er eigenlijk in gezegd wordt, is Bern Heese, Uden en Landert bij elkaar. Bern Heese heeft natuurlijk wel gezegd dat ze voorlopig een aantal jaren willen wachten met die keus maken. Dus dat betekent dat we eigenlijk zelf ook een beetje in de wachtkamer zitten. Om te wachten tot hun zover zijn. En dat is denk ik wel hetgeen wat we zullen moeten doen. Als je mij persoonlijk vraagt wat ik het liefste had, dan had ik het liefste eindelijk eens een keer afgeweest van alle herindelingen. En dan hadden we Uden, Bern Heese, Landert en Os bij elkaar moeten voegen. En dan zijn we voor de komende 100 jaar af van herindelen. Hoe kijken jullie tegen die Maashorstgemeente aan, Mark? Nou, ik deel niet helemaal de mening van Leonard in deze. Omdat je inderdaad de tendensen ziet van het moet steeds groter, steeds massaler worden. Ik denk dat het ook op- en neergaande bewegingen zijn. Je ziet dat als je bijvoorbeeld in het onderwijs kijkt, daar heeft alles heel groot gemoeten. Er moesten megascholen gevormd worden en nu moeten we juist weer terug naar de kleinschaligheid. En als je dan kijkt naar het referendum, dan denk ik dat de Maashorstgemeente het op dit moment in ieder geval het meest recht doet aan wat wij als dorpsgemeenschappen nodig hebben. Ik denk dat wij als redelijke kleine gemeenschappen met elkaar binnen die Maashorstgemeente een duidelijke gemeente kunnen vormen waar wij ons allemaal denk ik ook bij thuis kunnen voelen. En dan is er ook nog de mogelijkheid geweest om Landert zelfstandig te laten blijven. En die werd, tot ieders verrassing misschien wel, ook heel vaak aangekruist. En terwijl er de afgelopen 20 jaar zo vaak werd geroepen dat het een slecht huwelijk was. En een paar jaar terug zelfs een weeffout. Dat valt dan toch wel mee, zou je kunnen zeggen. Nee, dat klopt ook wel. Ik denk dat dat ook wel wat verrassend was in de uitslag. Maar ik... Daar moet je denk ik ook rekening mee houden dat met name in Schaik daar heel veel actie voor gevoerd is voor de zelfstandigheid van de gemeente. DS97 heeft dat gedaan. En ik ben het voor het grootste gedeelte wel eens met wat Mark zegt, dat op dit moment de Maashorstgemeente qua omvang het beste bij ons past. En de zelfstandigheid van de gemeente, dat klinkt wel mooi en dat zou ook mooi zijn. Maar ik denk dat je met zoveel zaken, ingewikkelde zaken te maken krijgt op allerlei terreinen. Kijk nou alleen maar naar de zorg en wat daar naar de gemeente is gekomen. Dat de huidige gemeente eigenlijk te klein daarvoor is om voldoende deskundigheid daarvoor in eigen huis te hebben. Goed, we gaan het proces volgen de komende tijd, het komende jaar. En dan zit het er voor nu een heel eind op. En nou zijn we bij het Landert TV bij heel veel evenementen geweest. We hebben heel veel filmpjes gemaakt. Hebben we er nog iets gemist? Dat is de middag voor alleenstaande ouderen.
in Schaik, die elk jaar georganiseerd wordt door Doortje Bekkers en Martin Albers, die zich daar al 9 jaar lang voor inzetten. Dit jaar verwachten ze 120 deelnemers in de Potter. Die daar, mensen die daar een hele gezellige middag hebben. En waar wij dan als Rotary Club gelukkig mogen helpen om dat voor elkaar te krijgen door de handjes uit de mouwen te steken. Dat is iets heel bijzonders. Ik zou eigenlijk Landen TV uit willen nodigen om daar toch een keer een kijkje te komen nemen en daar opnames te maken. Tjay, heb jij nog iets gemist? Nee, ik heb niks gemist. Want ik weet uit eigen ervaring, als je dit soort dingen doet, je registreert allerlei zaken, dat je keuzes moet maken. En als je moet kiezen, wil zeggen dat je dingen wel doet en dat je dingen niet doet. En ik ga ervan uit dat de mensen van Landert TV daar goed over nadenken wat ze wel doen en wat ze niet doen. En ik zou wel een paar dingen op kunnen noemen die ik ook wel had willen zien, maar niet alles kan. Dus ik ben er best tevreden mee. Met de beste vrede mee. Nou goed, hartelijk dank voor jullie komst. En dan gaan we nog een laatste keer terug naar Tom. Jawel, Freek, maar ik dacht dat jij eerst nog even het glas zou heffen. Ja, inderdaad, ja. We hebben, ja, dat is goed dat je het zegt, inderdaad. Er werd hier net van alles naast mij neergelegd al. Ik heb voor jullie flessen wijn. Ze mogen zo open. Misschien dat de mensen in de zaal ook nog eventjes mee willen toosten. Geef me even door, Antje. En deze is voor jou. Zeelandse wijn, hè? Dus, het is Zeelandse wijn. En dan wil ik ook nog graag Elisa Zwanenberg even hier naar de tafel roepen. Ik weet niet of die in de buurt is. Ik ben in de buurt. Ah, kijk, daar is ze. Elisa, deze is voor jou. Want wij mogen gebruik maken van deze prachtige locatie. En daar zijn we ontzettend blij mee. Jij krijgt ook nog iets extra's bij. Nou, dat is deze bos bloemen. Oh, het is een flinke bos. Dankjewel. Dus die past vast wel ergens hier in de zaal of bij je thuis. Bij mij thuis, denk ik. Ja, precies. Zonder om hier in te zitten. Ja. Hartelijk dank voor deze dag. Ja. Nou, dan hebben we dat administratieve gedeelte ook weer gehad. En nou, laten we in ieder geval nog even toasten op dit jaar. Dat en, miste ik nog vooruit vandaag. Kijken op een goed volgend jaar. Santé. Oké. Dankjewel. Dankjewel, Freek. Je was onze gastheer vandaag. U zag een heel jaar Landert voorbij komen in een uitgebreide notendop, mag je wel zeggen. Dank aan Chic de Luxe, aan Elisa Zwanenberg en Jos van de Geer, de technische man van Chic. Wij waren de gast, en dan mag je wel zeggen, in een bijna sprookjesachtige omgeving. Dank ook aan Wijngaarten Maashorst voor de wijn en Snuff & Shoe Flowers voor de bloemen. En tenslotte dank aan Harp voor hun muzikale bijdrage. U hoort ze zo meteen nog eenmaal met het nummer Sunday Morning Coming Down, inderdaad Johnny Cash. 10 jaar geleden eindigde ik de eerste uitzending met een uitspraak van Winston Churchill. Hoe meer tegenwind, hoe hoger je kunt vliegen. Dat ga ik nu weer doen. Een uitspraak die goed past bij het referendum en de herindeling. Hoe voorzien door Winston Churchill. We moeten oppassen voor onnodige vernieuwingen. In het bijzonder die welke logisch lijken. Denk daar maar eens 3 keer goed over na. Op nu naar het nieuwe jaar. Namens alle medewerkers van Landert TV mogen 2016 brengen wat u ervan verwacht. Bedankt voor het kijken en tot in 2016. Proost. When I woke up Sunday morning with a weight on my head that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, through my clothes and find my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and kept my hair and stumbled down the stairs to meet it. I spoke my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been taking. But I lit my first and watched it all get clear with a can that he was kicking. Then I walked across the street.
greed and for the sun, there's now someone frying chicken. And it took me back to something that I lost somehow, somewhere along the way. On a Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the seething city sidewalk and Sunday morning coming down. Sleeping city sidewalk